Oké, jongens, het tof jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag spreek ik het in, want ik weet niet. Ik heb op een of andere manier heb ik iets fout gedaan met de opname of zo. Ik weet het was heel erg raar, maar ik hoop dat jullie deze video gewoon leuk gaan vinden. Volgens mij had ik totaal niet door dat ik aan het opnemen was. Nou ja, geniet gewoon maar verder van de video. Dus daarom ga ik het even lekker inspreken voor jullie. Nou, hier had ik op zich wel een redelijke verdracht. Hier kreeg ik ja, hard. Maar ik koos voor Pivon, omdat hij natuurlijk de hoogste was. En ja, hier had ik 84 maar was ik wel blij mee. Maar toen werd ik hier flink genaaid. En ja, hier kreeg ik dus Valderrama. Die kreeg ik eerst als aanvoerder. Maar ja, doe alvast ook natuurlijk een blauw duimpje omhoog. En abonneer hieronder, ondanks dat deze video een beetje raar is, maar hey, jullie moeten gewoon blij zijn dat ik een video voor jullie maak. Want ik spreek het in voor jullie. Maar hier kreeg ik natuurlijk Terry. Die hadden we niet echt veel aan. Hier had ik Modric maar gewoon op links midden gedaan, want dat had hij toch nog maar. Of ja, dat is wel beter dan dingen. Hazard. Want Hazard krijgt daar geen chemistry. Dus op een gegeven moment ging ik ook mijn oplader of zo halen. Ik had geen iets door dat ik aan het opnemen was. Hier drukte ik hem maar gewoon weg of zo. Of ja, ik weet niet. Ik had volgens mij wel door dat ik aan het opnemen was. Alleen, ja, ik weet echt totaal niet meer hoe het ging of zo. Want ik ging op een gegeven moment oplader pakken. Want ik zag dat ding ook, want ik had ook al een video gemaakt. Best manager. En maar toen zag ik dat ding. Volgens mij, ja, nee, volgens mij had ik het niet door dat ik aan het opnemen was. Dus ik zag die tijd ook niet. Ja, ik ben ook een beetje blind. En dus had ik hem daar linksboven neergezet. En ja, ik weet totaal niet meer hoe het ging. Maar dat maakt verder ook helemaal niet uit. En dus ondertussen ging ik gewoon maar mijn oplader pakken. Maar verder naar de Vutloft. Hier zie je dat ik Bruno pak. Die zet ik weer op links midden. Want. Had hij ook meer chemistry dan Coutinho. Hier heb ik Griezmann. Sorry voor mijn stem trouwens. Dus kijk, daar zet ik dat ding dus weg. Even serieus, ik weet totaal niet wat ik allemaal heb gedaan. Maar ik wou dus proberen om een 190 fut eraf te maken. En nou ja. Oh shit, mijn telefoon valt bijna uit mijn handen. Dus uiteindelijk ging ik gewoon mijn oplader pakken. Ik was ook echt van alles aan het doen. Er waren honden buiten aan het blaffen. Ik ging nog ondertussen even kijken. Volgens mij was dat hier. Ja, dat was hier toen ik even ging kijken. Maar er was dus blijkbaar een hond bij ons achter. Die was helemaal gek aan het doen. En ja. Maar ja. Hier hadden we dus een 188 gekregen. Met natuurlijk met de coach Lopez Pereira. Ja. En straks zien jullie ook nog dat ik een. 99 Cristiano Ronaldo kregen. Dus hier liep de tijd een beetje vast. Ik weet ook niet wat het was. Maar ik had gewoon. Ja, jullie wisten het ook. Ik had niet door dat ik aan het opnemen was. Dus ik zat maar lekker te kijken. Of ik zat maar gewoon lekker die wedstrijden te spelen. En ja, toen kreeg ik ook nog wel twee zieke pakketjes. Wat jullie zo gaan zien. Met de 80 roze Slimani. Dat zien jullie zo ook wel. Oh ja, hier ging ik even kijken naar mijn procent. Hier kreeg ik een pakketje. Kijk, daar had hij Slimani. Hier kreeg ik Ramos. En hier is het de Team of Season Pereira. Daar was ik ook wel blij mee op zeggen. Die had ik ook nog niet. En hier op ja, hier kijk, daar kreeg ik het binnen. En toen, hier zat ik te draft. Hier liep ik volgens mij naar de deur toe. En ja, hier was ik dus beneden. Ja, het loopt hier ook een beetje vast omdat ik beneden natuurlijk was. Hier was ik mijn oplader aan het pakken. Die zat een beetje in de knup met mijn tablet opladen. Je ziet ook zo denk ik wel bij dat opladertje. Zie je ook wel in één keer een bliksemding volgens mij zitten. Dus ja. Ik weet echt totaal niet wat ik allemaal aan het doen was. Maar hier kreeg ik op zich wel 88 Codeine en 83 Carvajal. Ja, hier was ik allemaal wat aan het doen. Ik weet totaal niet wat. En toen kregen we een zieke verdediging.
Met 89 Felipe Luis, Jimenez, Godin, Oblak en Carvajal. Hier kregen we nog 88 Lienemann en hier 93 Pogba. Dit werd op zich wel een hele goede draft. Hier kreeg je Griezmann, die linkte ook nog eens met Pogba. Hier uiteindelijk kregen we weer Zilvers. En zometeen zien we, hier kijk, nu zien jullie het 99 Cristiano Ronaldo, maar zometeen zien jullie ook dat ik nog twee andere zilveren spelers krijg. Hier kreeg ik Monreas, ja, dat was ik een beetje genaaid. En ja, hier was ik hem volgens mij aan het indoen. Ja, hier was ik hem aan het indoen. Ja, kijk, nou zagen jullie het in één keer, dat bliksem ding. Hier kreeg ik een zilver. Hier kreeg ik een zilveren speler. En hier kreeg ik een 89 koker. En hier kreeg ik een 92 Suarez. En toen dacht ik, oh, ik kan Pogba er toch wel inzetten voor die Gomez. En dan doe ik koker er voor de andere in. En dan had ik hier weer een zilveren speler. Ik werd een beetje genaaid, maar hier liep alles een beetje niet echt geweldig. Soms liep het vast. Ja, ik weet het, ik had 83 Davy Prupper, mijn lievelingsspeler. Maar ja, daar had ik niet echt veel aan op zich. Ik had meer aan Messi, want voor de Gamerslander rating. Hier zagen jullie ook dat ik een 189 kreeg. Hier kreeg ik dan nog 90 Iniesta. Ik dacht dat ik daar nog het verschil mee ging maken om 190 te krijgen. Maar nee, het is niet gelukt.